Een Bemmelse dag. Hier komt heen de 30, de 40 en de 50 kilometer. Bemmel is er klaar voor. Muziek draait. Er wordt al wat geschonken. De barbecue staat aan. En er is heel veel publiek. Een fantastische dag gaat het hier worden. En wat geef jij deze vierdaagse wandelaars allemaal? Ik geef ze allemaal marshmallows. Ze komen eigenlijk van de buren af, maar ik help ze even. Oké. En nemen ze een beetje of niet? Ja, ze happen wel gewoon een beetje. Ze zijn lekker weghappen hier. Ja. Nou, succes dadelijk. Ja, jij ook. Neem zelf ook een hapje. Nee, of niet. Je loopt de vierdaagse mee. Zeker. Is dit je eerste keer? Dit is mijn zevende keer ondertussen. Zevende keer ondertussen. En hoe voelt dit vandaag? Ja, tot nu toe gaat het best wel lekker. Ja, ik ben nu naar mijn rustpost toe aan het lopen en gaat goed. Veel feestmuziek onderweg? Ja, op zich wel. Ja, natuurlijk een beetje doodstukken bij, maar dat hoort erbij. Maar Els, Bemmel, hartstikke leuk. Dus, En tussendoor is het wat rustiger, dat je ook nog tijd hebt voor je eigen muziek? Ja, in principe wel, maar echt muziek luisteren doe ik niet. Ik spreek gewoon met alle mensen om me heen en dat is gewoon hartstikke leuk. Het is gewoon een enkel feest. Hoe ben je hier gekomen? Woon je in de buurt? Ik woon zelf in Haps en ik ben samen met mijn vader, broertje en een wandelmaatje van mijn vader zijn met de auto naar Nijmegen gekomen. En hebben we helaas nog een beetje gefietst en hebben onze fietsen neergezet. Dus ga je ook iedere dag weer terug naar Haps? Ja. Dus nog een extra reisje daar? Ja, een klein reisje, maar dat is prima te doen. Okay. Dus gaat goed. Stap lekker door. Goed, dankjewel. Ik zag dat u net aan het filmen was. Is dat ook voor om thuis even door te geven? Ja, ook om thuis door te geven, ja. Dat je niet alleen loopt te lijden. En geeft u ook de live locatie al door? Live tracking? Nee, dat niet. Maar ik geef de tux door waar ik loop en hoeveel kilometer ik heb gelopen. Met beelden dus? Met beelden, ja. En dat is om de thuis even te laten zien, hier ben ik, of ook om enthousiast te maken? Nou, om ze enthousiast te maken. En ik heb zelf een beetje een klacht gehad. Ik heb 4 maanden geleden mijn heup gebroken, dus het was weer een aardige tour om weer fit genoeg te worden. Maar het gaat lukken. Ja, mooi. Dan wens ik u een fijne tocht verder. Dankjewel. Succes. Mogen we u het vragen? Sorry, I only speak English. English, oké. Okay. I'm from Sweden. Oké, okay. You're from Sweden. And you're walking alone? Yes, I am. Okay, how come? Because this is a great event. I wouldn't miss it. Okay. And you don't have family or also other police from your from Sweden? There are 3 police from Sweden that I know of. Yes, yes. But you're working not together? No, as individuals. Yes. Yeah. Thank you. Okay. U loopt er heerlijk relaxed bij. Ja, dankjewel. Zo voel ik me ook. Ja. En u wordt een beetje gedragen door het publiek? Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja. Dit is mijn 6e keer. En ik kijk er al tegenop. Het is altijd als het begint, is weer geweldig. Ja. Dus heerlijk. Straalt er ook van, moet ik zeggen. Nou, mooi zo. Geniet er echt van. Ja. Succes. Ja, dankjewel. Ik zal een kaartje geven. Al moet ik kruipen op blote voeten gaan. Kent u het lied? Half. Ik heb het half. Weet u waar het vandaan komt? Uit Nijmegen, toch? Ja, voor de Vierdaagse, neem ik aan. Ja, nou ja, het is meer voor als je binnenkomt in Nijmegen, dan zie je de Sint-Stevenstoren daar. Oh, ja. En het verlangen om weer terug naar Nijmegen te gaan. Ja. Maar dat heeft u ook met de Vierdaagse? Ja, meestal wel. Want dit is hoeveel is de keer? De 3e keer pas. Ja. Pas? Ja, pas. Maar ik ben er meerdere tegengekomen die al veel vaker hebben gelopen hoor. Dus, maar het verlangen om terug te gaan naar de Vierdaagse, dat komt ook wel weer. Ja, zeker. Ja. Toch begint weer het kriebelen of als vrijwilliger of als loper. Gewoon blijven gaan. Superleuk. Met plezier. Dankjewel. Wij staan hier. Ja, dat ben ik. Oh, oké. Okay. En waarom sta je hier? Ik sta hier voor mijn, de beste wandelaars natuurlijk. Ja. Maar ook wel een paar heel speciale, denk ik, of niet? Ja. Frank loopt mee en een aantal van Multivox. Dus succes jongens. Een aantal collega's, OBC Husse, helemaal leuk. Dus ik hoop dat ik ze nu dit jaar wel ga zien. Want vorig jaar... Je hebt al een berichtje gestuurd? Ja, ik heb alleen vorig jaar stond ik ook hier. En toen heb ik dus niemand gezien. En, dus ik pakte het dit jaar iets beter aan. Duidelijk. Ja, jullie staan hier. Nou, succes. U
loopt de thuiswedstrijd. Lingewaard. Vanzelfsprekend. Ja. Je begint altijd in je eigen nest, hè, eerst. Je moet ook je eigen nest bevuilen, maar dat is niet zo. Ja, dat is een andere discussie. Gaan we het hier niet over hebben. Nee, maar mooi dat u in dit shirtje van Lingewaard loopt. Ja, het is een beetje traditie. Je krijgt wat en je ziet, ja, gaan we doen. En er is ook mijn paspoort om bij de gemeente binnen te komen, de stand. Okay. Dus het heeft weer voordelen. Nee, maar goed. Je moet er alleen maar voor uitdragen. En dat maakt dat we een unieke gemeente zijn en blijven. En dat willen we graag zo houden. Dus je mag best trots zijn op je gemeente. En dat draait. Staat u uit? In speciaal op Huissen natuurlijk. Hè. Ja. Een kleine aandachtspuntje. Nou, nee, het is geen aandachtspuntje. Het is gewoon een feit. Ook dat is discussie, maar... Gaan we het nu niet doen. Daarom. Andere discussie, andere tijd. Veel plezier. Ja, dat komt goed. Hartelijk dank. Ja, dag. De Vierdaagse is lopen en zingen, zo te zien, of niet? Ja, dat is hartstikke gezellig. En als we mee kunnen zingen, zingen we mee. Maar hier kunt u wel mee uit uw dag gaan met deze. Ja, heel erg. Ja, leuk. Feestelijk? Ja. Alleen, doe er maar. Maar toch veel plezier. En loopt dat een beetje? Ja, zeker. Vooral bij de militairen. Ja. Die staan voor je in de rij. Ja, dat wel, ja. Het is wel echt heel leuk. Het is heel leuk. Dat is dapper. Leuk toch? Het loopt dus goed. Ja, het loopt ook goed. Ja, dat zie je wel. En je hebt ook een collega waar je naar kunt verwijzen. Ja, dat is mijn neef. Die helpt me natuurlijk altijd. Als iemand even niet wil, dan haalt hij hem toch over. Okay. Dan gaat het goed, hè? Veel plezier. Dankjewel, jullie ook. Mevrouw Korps, u als burgemeester van Bemmel, hoe staat u hier? Nou ja, dit is natuurlijk fantastisch. Dit is een heel mooi feest en in Bemmel is het altijd heel erg gezellig. Dus ja, ik ben dan altijd heel erg trots. En zeker op onze 605 wandelaars die meelopen vandaag. Ja, ik heb al verschillende shirtjes gezien van uw lopers. Ja, zeker. Lingewaard loopt lekker. Dus ja, daar kan je ze aan herkennen. En dat is natuurlijk altijd erg leuk, ook op de vrijdagmiddag. Als je dan bij de Via Gladiola zit. Dit jaar zit ik er zelf niet, maar vorig jaar wel. Ja, dan kun je ze ook herkennen. En dan kun je ze ook feliciteren dat ze het hebben gehaald. Mooi feest hier in Bemmel. Zeker. Ja. En de kinderburgemeester, wat vindt hij ervan? Ik vind het heel leuk om te zien. Ja, ik heb het eigenlijk nog niet zo vaak, ja, nog nooit gezien. Ja, ik vind heb je nog nooit gezien? Nee. Ja, één keer in Huissen, maar dit is wel leuker en gezellig. Ja. Iets Bemmel, hè? Is het toch weer anders? Ja, veel drukker. Ja, tenminste, ja, ja. En als je dit zo ziet, denk je, daar wil ik ook wel een keertje aan meelopen? Misschien later, nu nog niet. Later als ik groter ben. Ja. Heeft u er alvast mee een keer meegelopen? Nee, ik heb nog nooit meegelopen. Wel eens over nagedacht. Maar ik zie toch wel op tegen 4 dagen achter elkaar lopen. Ik denk niet dat ik dat red. Plus de kilometers die je al in de benen moet hebben natuurlijk. Hè? Het oefenen. Ja, het oefenen. En ik doe eigenlijk alles op mijn fiets. Dus ik ben een echte fietser. Eigenlijk niet zo'n wandelaar. Zo, hoe gaat het bij jou? Goed. Ja? Ja. Hoeveel kilometer loop jij? 30. En hoe ver ben je nu op weg? 23. Dus je gaat nu richting finish. Vind je het, is het de eerste keer dat je dit loopt? Ja, de eerste keer. En hoe vind je het tot nu toe? Leuk. Ja? Wat vind je het leukste eraan? Voorlopig, hè? Voorlopig. Want iedere dag kan nog er mooiers wat brengen. Ja, dat de mensen ons supporten en met groepen lopen. Ja? Ja. En heb je goed geoefend van tevoren? Ja, heel erg veel. En wat is het verschil als je daar alleen aan het oefenen bent en hier loopt? Ja, alleen oefenen lijkt dat het langer duurt dan hier. Mm-hmm. En hier is het gezelliger omdat er meer man is. En veel muziek natuurlijk. Ja. Harry, wil zeggen, Harry is getraceerd. Dit is Harry? Ja, dit is Harry. Oké, Harry is getraceerd. Ja. Hoe gaat het met Harry? Met Harry gaat het goed en ik heb goede herinneringen. Goede herinneringen aan Bemmel, want ik ben daar getrouwd. Okay. En ik loop vandaag voor de 30ste keer de Vierdaagse. Voor de 30ste keer? Voor de 30ste keer. Ik hoop dat ik het volbreng. Ik zie er niet tegenop, maar vrijdag weet je pas of je klaar bent. Ja. En u bent hier getrouwd in Bemmel? Ja. U woont toch steeds in Bemmel? Nee, ik woon in Apeldoorn.
Ook een leuke plek om te wonen. Ja. Ook een vierdaagse hebben ze daar, geloof ik niet? Ook, ja, maar daar hebben we niet aan deelgenomen. Vindt hij veel gezelliger. Okay. Nou, dat is mooi om te horen. Ja. Mevrouw, Stichting Ambulancewens, heeft u hier naartoe gebracht? Ja, fantastische organisatie. En u wilde dit nog graag een keertje meemaken? Ja, natuurlijk. Heeft u zelf veel gelopen vroeger? Nee, dat niet, maar mijn dochter loopt voor het eerst mee. 40 kilometer elke dag. Dus ja, dat moet je natuurlijk zien, hè. En u wil u graag een beetje enthousiasmeren? Ja, tuurlijk. En dat is gelukt met de Stichting Ambulancewens? Ja, het is mooi weer, hè. Prachtig. Het is wel een dag om te genieten, dus. Tuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, fantastisch. En heeft u uw dochter al gezien? Nee. Sorry, daar wachten we op. U weet ook om hoe laat ze ongeveer komt? Nee, ik heb het los. Weet jij hoe laat ze komen? Ze interviewen? Nee, dat duurt nog wel een half uurtje. Oké. U volgt daar ook met de track waar ze ongeveer is? Met de vierdaagse app kunt u haar volgen eventueel? Ja, dat heb ik gedaan, maar ze zit nog aan de andere kant van de snelweg. Oh, oké. Dus dat duurt nog wel even. Oké. Nou, dan vind ik veel plezier op deze prachtige dag. Dat zal wel lukken. Ja. Dank u wel. En hoe voelt dat hier? Heerlijk. Gezellig. Ja. Komt u hier uit de buurt? Nee, ik kom uit Wijchen. Oh, dus u komt 's ochtends ook met de bus of zo? Nee hoor. Hoe komt u? Ik word gebracht. Oh, kijk. Okay. Ja, leuk hè? Door mijn man. En dan loopt u hier 4 keer 40, zei u? 4 keer 30, ja. 4 keer 30. In deze stralende zon. Heerlijk. Dat is toch een, dat is toch een gift, hè? Vindt u niet? Zeker. Maar, nee? Deze kan ik wel. Want ik zie je. Je hebt een tankje of zo? Een tankje. Ik zie hier wat hangen. Ja, water. Een waterslang voor makkelijk te kunnen drinken onderweg. Ja. En zit er nog meer in de in je rugzakje? Eten. Ja, en de beren uiteraard voor het goede doel. Ja. Wat jullie lopen voor? Ik loop voor Kika. En ik loop voor Make-A-Wish. Voor? Make-A-Wish. Okay. Ja, ja, ja. Voor iemand speciaal? Ja, voor mijn zoontje. Oké. Make-A-Wish. Kijk eens waar we staan. Voor de Stichting Ambulancewens. Dat is net iets anders. Ja, maar wel heel nauw samen. Ja, mooi. En waarom loop je voor je, mag het, als ik dat mag vragen? Ja, omdat mijn zoontje een tumor heeft en gebruik mag maken van Make-A-Wish. Dus ik vond het wel heel mooi als ik zie wat voor positieve kracht dat het geeft. Ja, dan is het geweldig om daar dan iets voor terug te kunnen doen. Dus, En jullie lopen de 40? De 40, ja. Voor de eerste keer? Voor de eerste keer. Voor haar de tweede keer. Dus dat is het ook nog een extra uitdaging? Ja, zeker. Het was ook niet helemaal het plan, maar goed, zo loopt het dan eenmaal. En ik ben blij dat ik het gedaan heb. Dan wens ik veel sterkte en veel opbrengst natuurlijk. Super, dankjewel. Succes. Hele fijne dag. Oké. Nee, niet de laatste keer. Nee. Wat? De hoeveelste is het voor u? Het is de 10e keer. Ja, ja. En u gaat nog wel even door? Zolang het qua leeftijd gaat wel, ja. Ik ben 77, dus dan is 50 kilometer nog best een stuk. Dan is 50 kilometer een hele stuk. Ja, maar het gaat goed. Dus, ja? Goed geoefend dus, denk ik ook wel, hè? Ja. Nee, gaat goed gewoon. Nou, vooral steeds 77 jaar en dan 50 kilometer lopen. Knap. Oké, prima. Alsjeblieft, de kaart. Goed mee met de 30. Ja, klopt. Voor het eerst? Ja, voor het eerst dit jaar. En zonder begeleiding? Ja, nee, hier. Oh kijk, de moeder is erbij. Ja. En hoe gaat het tot heden doen? Prima. Ja, goed. Wat vinden jullie het verschil met het oefenen en nu? Ja, niet heel vergroevend, maar... Wat zeg je? Niet heel vergroevend, maar het gaat best wel makkelijk nog wel. Kan nog wel. Jullie zijn sportief voor jezelf? Ja. Je voetbalt. Ja, ja, met voetbal. En heb jij geoefend? Ja, best veel. Met Okay. En wat is het verschil als je nu hier zo loopt en met al de kilometers die je geoefend hebt? Ja, nu loop je met de hele stroom mee en kan je niet, zeg maar... Dan moet je aanpassen op andere mensen en dan... Loop je dan langzamer? Ja, wel langzamer dan normaal soms. En waar komen jullie vandaan, als ik vragen mag? Nijmegen. Oh, in Nijmegen. Dus het is een soort thuiswedstrijd voor jullie? Ja. Ja. Dus kun je afvinken, hebben we alvast meegelopen toen jullie... Wat is jullie leeftijd? 12. 12. Allemaal. 12. 12. 12 jaar. De eerste keer 12 jaar meegelopen. Kijk, en samen met Bikkel natuurlijk. Ja. Ah, ja. Heb je wel een hele goede vriend om mee te lopen? Zeker. Met je andere vrienden samen ook nog. Ja, dat maakt het veel leuker.
Veel plezier, jongens. Dankjewel. Oh, neem even een kaartje mee. Aan de rechterkant. U Walk of the World, de 98ste. Wat is een oud shirtje? Ja, het blauwe moet het zijn dus. Ja, oh, vanwege de blauwe dinsdag. Ja, daarom. Ja. U heeft het maar vaker gelopen, de Vierdaagse? Negende keer. Dus nou, dan klopt het toch een beetje wat erop staat. Ja. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 47 jaar. U zit er iets boven, denk ik. Ik ben 72. 72. En hoe gaat het? Goed. Ja? Ik heb vorig jaar medaille 25 gehaald. Ik zit nu over de 31 keer mee. Medaille 26. Maar ja, ik heb dit jaar zonder wandelmarsen getraind, maar gewoon van mezelf gelopen. Dus geen extra marsen, maar alleen? Ja. En hoe is dat dan als je alleen aan het trainen bent? Oh, ideaal, want dan kun je je eigen tempo bepalen. Maar dit is gewoon een bevestiging dat je goed in je lijst zit. Ah, oké. Okay. Ja. En de sfeer is natuurlijk ook wel mede bepalend, neem ik aan. Ja, oh, ja. De hoeveelste is het voor u? De 27ste keer. Oké. Okay. En als u vannacht in uw bed ligt, welk liedje zou u dan nog horen? Als ik vannacht in bed lig, ik heb er een beetje van afgesloten van al die liedjes. Oké, okay. Hoe doet u dat? Gewoon niet luisteren. Oh. Want het is toch een en al geluid wat op je afkomt. Ja, verschrikkelijk. Ja, en soms is het ook wel heel leuk, dat rampengestamp. Ja, dat vind ik wel lekker. Ja. Het loopt makkelijk. Het loopt heerlijk. Maar u kunt toch daarvoor afsluiten? Als ik het niet meer wil horen wel. Nou, dat is goed, hè? Ja. Ja, dat vind ik zelf ook. Fijn, nog een fijne doorloop. Nou, dankjewel. Ja. Dag. De hoeveelste is dit voor u? De 16e keer. 16e keer. De gemiddelde leeftijd ligt op 47, maar ik schat dat u er toch wel iets boven zit. Ik ben 83. Ik ben de enige mevrouw van 83 die de 40 kilometer loopt. Die 40 kilometer loopt. Dus en lukt het? Ja, hier ben ik. Ik heb altijd al gelukt. Nou, veel succes. Ja, dat is het wel. Vorig jaar was dat al. En ik heb nu weer. Dus ik ben de enige. Dus ik ben eigenlijk de oudste dus. Van al deze 5000 mensen die hier meelopen, ben ik de oudste. Daar kan iedereen nog een beetje aan tippen. Ja. U bent een voorbeeld voor de Vierdaagse. Ja. U bent een voorbeeld voor de Vierdaagse lopen. Dat lijkt mij ook. Ik vind dat iedereen zo ongeveer wel in die richting kan doen. Als je goed kan trainen, als je goed gaat trainen. En dat heeft u gedaan? Heb ik gedaan. Oké. Dank u wel. Ja. Dit liedje is toch een klassieker? Ja, dat is een klassiek. Ik zei net ook omdat ik het verschrikkelijk vind, maar... Maar toch kun je het meezingen? Ja, ik kan het meezingen. Ik heb het in mijn jeugd werd het altijd thuis gedraaid. Ja. En als je vanavond in bed ligt, welk liedje dreunt dan nog daar? De Engelbewaarder. Ja, die horen we iets te veel. Ja. Maar verder alles. Ik denk dat alles nog doordreunt. Ja. Oké, veel succes. Dankjewel. Ja, maar dat... Want u bent slechtziend. Slechtziend, ja. En is dat moeilijk om dat nu mee te lopen? Af en toe wel, ja. Het is heel opletten. Ja. Want ze lopen voor uw voeten? Wat zegt u? Ze lopen voor uw voeten? Nee hoor, ik ben er lang gewend hoor. Het is één grote stoet, dus dat maakt niet zoveel uit. Ja. En dan zwaait u even met uw stok. Dag. Vochtwerend. Ja, dus dat komt goed deze dagen. Dat hoop ik wel. We hebben net een ontzettende regenbui gehad. Ja, dus, dat was een ongelukje. Ja, nou hadden we gelukkig regenkeeps bij ons. Dus gelukkig was het lekker. En de rest... Het is heerlijk weer. Dus, ja, en de rest met deze vochtwerende shirts, dan komt het prima. Geen probleem, hè? Helemaal goed. Ja, dus, Zou jullie voorop lopen bij de optocht hier? Hè? Ja, zo is dat. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja, ik weet niet of we nog moeten, maar het gaat lekker. Okay, maar vanmorgen was 18 graden bij de start, dus ideaal. Ja. Dus heerlijk. Oké, veel plezier dan. Ja, dankjewel. En hou het droog. Dank je. U zit hier lekker op het terras. Ja, ik wacht even op mijn vriendin. Ze heeft naar het toilet. Dus even bijkomen voor de laatste kilometers. Ja. Is het goed geregeld met de toiletten onderweg? Ja, volgens mij is het heel goed geregeld. Ja, heel goed. Want ik zie hier inderdaad groot aangekondigd terras en toiletten. Ja, dat is wel goed. En hoe gaat het voor de rest met u? Ja, het gaat heel goed. Ja, fantastisch weer. Ja, het is het allerbeste. Ja. Eén buitje net? Ja. Kniezel die daarop let. Bent u ervaren loopster? 7e keer. Ja. Dus het weet wat er allemaal te wachten staat daar. Ik weet wel wat me te wachten staat. Maar ik verbaas me over de mensen die 40 keer, 48 keer, 25 keer. En dan denk ik, dat kunnen we nog even. Ja. Want dat zou u ook wel willen?
Nou, ik wil tot de 11e. In ieder geval. 11 keer, ja. Dan stoppen. Ja? Dan stoppen, ja. Dat vanwege leeftijd of ja, vanwege 11? Vanwege dat mooie gouden kruisje met het kroontje. Met het kroontje. Ja, met het kroontje. Ja. Ja. Okay. En dan stoppen. En dan stoppen. Ja. Dat is een einddoel voor u. Dat is een einddoel. Nog 4 keer te gaan dan. Veel succes. Dankjewel. We zitten hier nu bij de toiletten. En heb jij een keuze kunnen maken, heren of dames toilet? Nou, het voordeel hiervan is dat ik van beide walletjes gebruik mag maken. Ik mag en van de heren toilet en dames toilet gebruik maken. En het roze rokje, maar nu op de blauwe maandag. Ja, nou, we oefenen alvast voor morgen. Dus nee, ik heb een blauw shirtje aan en vorig jaar hebben we die rokjes aangedaan. En dat was zo'n succes, we hadden zo'n leuke aanspraak. Dus we dachten, we doen ze gewoon de alle 4 dagen nu aan. En dan, we hebben zoveel aanspraak. De mensen vinden het leuk, ze wijzen naar je. Ja, dat is hartstikke leuk. Is het voor de aandacht of ook nog een stukje statement? Nee, statement. Het is wel leuk om te zien dat die kleine kindjes allemaal... Het vinden ze het grappig dat een man een rokje aan heeft. Maar ik wil er niet per se een statement of zo mee maken. Oké. Veel plezier. Dankjewel. Jullie. Ja. En du hast ein eigenes Essen mit? Ja, ein Brot. Hab ich mit? Ja, ja, ja. Habe ich mit. Lauf das erste Mal mit. Aha. Und wie ist es so weit? Füße tun. Also soweit ganz gut, aber ich sag mal so, die Füße merke ich jetzt schon, ne? 30 Kilometer. Aber ist gut. 40 Kilometer? Ja, 40. Ja, jeden Tag. Ich freue mich auch. Hast du viel geübt? Ich hatte noch vor vier Wochen Corona. Oh. Und musste dann 4 Wochen Pause machen, keinen Sport. Also ich habe 4 Wochen nichts gemacht. Aber vorher habe ich geübt, ein halbes Jahr vorher. Und du bist nur Corona-frei? Ja, ich bin frei, Corona-frei. Vor 4 Wochen vorher hatte ich Corona. Na, viel Spaß. Ja. Dankeschön. Viel, das ist gelingen. Ja, das geht schon. Schaffe ich schon. U zit hier al een hele ochtend? Nee, vanaf 11 uur. Vanaf 11 uur, ja. Oké. Okay. En een lange. Ja? Ja, een uur of 10 waren we wel hier ongeveer. Met veel omwegen, want alles was afgezet. En dan, Dus we zijn uitgenodigd om hier te komen zitten. Oh, je bent uitgenodigd? Nou, mijn vriendin die woont hier achter, dus... Want ik zag hier al Nijmeegse toestanden met gereserveerde stoelen hier. Ja, ja. Nee, maar die mensen wonen hier hierboven. Oh, en die hebben het alvast deze plek... Die hebben de stoelen er neergezet en is toch gezellig. Ja, zeker. Een dagje uit. Koffie en soep erbij, dus we komen niks tekort. Oké, all inclusive hier. Ja, en we komen uit Huissen, hè. Dat ligt hier 5 kilometer vandaan, dus lekker met de fiets. Ook nog bekenden? Ik heb wel bekenden gezien, maar degene die ik zoek, die heb ik nog niet gezien. Er liep de een mee die ik echt ken, maar er waren wel meerdere mensen uit huis die ik tegen. Ja, ja, ja. Dus, maar voor de rest, het is een beute. Ontzettend. Ja. Een lange oranje was. Fantastisch. Ik heb hier heel veel bladeren om. Nou, en nog aanspraak ook. Ja, nou, dat gaat vanzelf, toch? Ja, ja, ja. Dat is mooi. Ja, kom nou, hè? Ja, ja. Ja, dat moet je wel. Hier, en bediend worden. Nou, dat is een kwestie van volhouden. Deur nou, hè? Die man die had een rondje gelopen. En dat 40 kilometer lang. En 4 dagen. Ja. Nou, je ziet wel dat er een hoop tussen lopen die de 4e dag niet redden. Oh, ja, ja, ja. Jullie kunnen het! Ja, we kunnen lekker zitten. Ja. Nou, een hoop aanspraak hier. Ja. Hier, fans ook nog. Wij worden niet moe. Het was wel een beetje regen en onderweg. Maar voor de rest loopt het vanzelf. Je loopt alleen? Ja, op dit moment wel. Maar ik heb al verschillende mensen weer ontmoet. Dus dat blijft altijd zo gaan. Dat is altijd wel gezellig. Ja. En dan heb je tijd om een babbeltje te maken? Of met al die muziek wordt het even moeilijk? Ja, nee. In welk opzicht bedoel je dat? Nou, we horen veel muziek, maar we zijn natuurlijk nu in Bemmel. Maar dan is het echt wel een stuk rustiger. Ja, ja. Dat wel. En dan kun je gewoon een gesprek met iemand aan. Ja, dat is wel fijn dan. Ja. Dan loop je dus niet alleen? Zeg je? Dan loop je niet alleen? Nee, dan loop ik nooit alleen. Dan had ik jou wel ontmoet. Ja, het was heerlijk. Het was mooi.
Succes! Oké, het gaat eigenlijk goed, hè? Ja. Oké, dag. Ik zie dat het jullie van de 50 zijn. Ja, klopt. Ja, dat klopt. Ja, zijn we. Loopt het nog een beetje op schema? Ja, gaat heel goed. We hebben even wat langer gerust net, omdat wij uit Bemmel komen. Dus we hebben even wat langer hier gezeten. Dus we lopen nou wat sneller door. Ja. En dan kom je weer op de tijd die je binnen wilde komen druk. Ja, we hebben niet echt een tijd gesteld. Vooral een beetje genieten. Ja. En dat lukt hier goed, vooral in Bemmel. Zeker, ja, zeker. Ja. Nou, veel plezier. Ja, dank u wel. Ja. U loopt weer mee, volgens mij. Wat zegt u? U loopt weer mee? Ja, ja. De hoeveelste keer? De 51ste keer. De 51ste, ja, hoor ik dat goed? Ja, ja, dat klopt. 51ste. Vorig jaar 50 en nu 51. Oké. Okay. En u loopt nu de 30? Ja, ik ben ook een 80-plusser. Dus. Ja, ja, ja. Hoe oud precies, meneer? Ik heb dan met 70ste heb ik 40 gelopen. Mm-hmm. Terwijl je eigenlijk al 30 mag lopen. Ja, ja. Toen dacht ik bij mezelf, 30, dat zijn oude mannetjes. Maar nu ben ik zelf oud. Ja, ja, ja. Dus is het wel gerechtvaardigd dat 30 loopt. Want hoe oud bent u? Ik zeg altijd met 80 plus. 80 plus, hè? Ja. Ja, ja. En zitten we dan hoog in de 80 of nog laag in de 80? Laag in de 80. Maar ja, toch wel 80 plus. Ja. Nou, veel succes. En u loopt op speciale voeten. Voeten die schoenen, sorry. Ik heb een knobbel, ziet u? Ja. We hebben een knobbel hier. Ja. De Hallus Faxus. Dan gaat het goed zo. Ja. En dat zijn een soort crocs, hè? Ja. Crocs zijn het of zo? Of klompschoenen? Dat zijn eigenlijk tuinschoenen. Oh, kijk. Maar daar loop ik goed mee. Oké. Okay. Ja. Nou, goed. We volgen u, hè? Ja. Met plezier. Tot ziens. Ja. U loopt voor de 36e keer. En u loopt? Vijfde keer. Vijfde keer. En u loopt voor de eerste keer. Bent u aangestoken door dit team? Een beetje wel, maar het stond altijd al op mijn lijstje. En ik ben sinds kort gepensioneerd, dus ik had extra veel tijd om te trainen. En het is werkelijk een fantastisch feest. Ja, ik weet niet wat me overkomt. U komt hier uit de buurt? Nee, we komen uit Drenthe. Kijk. Witte blazen, sorry, ik kan het even niet zien. In Drenthe. Drenthe. En de logeert hij hier in de buurt? Ja, op camping Klein-Amerika, bij Groesbeek. Oh, ja, ja, ja. Ja, fantastisch. En dat is ook een feestje. En dat is ook een feestje, want iedereen zit daar met hetzelfde doel. Ja. Gisteravond is speciaal de vlag gehesen en het lied gezongen, Vierdaagse lied. En ze toast uitgebracht op de wandelaars. Nou, en vanochtend gingen de eerste om 3 uur weg van de camping. Om de 50 kilometer te gaan lopen. Ja. En hoe laat bent u gestart? Wij zijn, ik was om 7:15 bij de barometer. We zijn om 7:30 gestart. Ja. Ja. Ja, heerlijk. Dan is het een mooie wandeldag zo vanaf 7:30 tot ja, 3 uur. Ja, 3:30, 4 uur. Ja. Helemaal goed. Ja. We kijken niet te veel naar de tijd. We willen ook genieten van alle feestelijkheden hier. En u haalt nog even wat Nederlandse liederen op onderweg, neem ik aan? Ja, ja, ja. Wij zingen ook mee, ja, hoor, natuurlijk. We hebben een woonboot en zo, dat soort liedjes. Ja. André Hazes. André Hazes. En iets op je schouder is zit er ook wel jaren, geloof ik. Ja, 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 ja. Vorig jaar de 25ste keer. Ja. Heb ik 20 keer 50 gelopen, 5 keer 40 en nu ga ik voor de 30. Ja, ja, ja. Ja, dus, sociale. En nou ja, we hebben samen ongeveer 1000 kilometer gelopen voor training. Ja, ja, ja. Dus ja, allemaal een beetje meer, maar je moet bij jou afronden natuurlijk. Ja, 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 ja. Knap, knap, hoor. Ja, dus ik zei ook tegen Suzanne, zei, je moet ervan genieten, het is jouw de eerste keer. Ja, 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 zeker. Ja. Niet op tijd thuis zijn, maar wel voor 5 uur. Ja. Prima. Ja. Worden er knieën vergeleken hier? Sorry? Worden er knieën vergeleken hier? Ja, ik loop normaal met mijn maatjes, ook de 40. En ik heb de knieblessure opgelopen 2 weken geleden. Dus ik heb gekozen voor de 30. 2 weken geleden? Ja, dus ik mag gelukkig 30 lopen. Dus ik heb geswitcht naar de 30. Ja, ja. En dan loop ik normaal met hun. En lopen de 40. Dus gaan we nog knieën een beetje vergelijken. Ah, maar okay. Het gaat wel. Maar ik heb geen zin om na die Vierdaagse met mijn knieën helemaal stuk te lopen. Nee. Na die Vierdaagse komen nog meer leuke dingen. Ja. Dus het leven gaat lichaam ook weer door. En, ken je lichaam. En de 30 heb je ook net zoveel schrik met je vrienden, met alles. Ja, en ja, ja. Het publiek is heel leuk. Dus ach, het maakt er niet uit of je 30 of 40 loopt. Zeker niet. Maar de knieën die blijven een beetje. Goed zo, dus, als ze het maar houden. Dankjewel. Alsjeblieft. Succes met jullie programma. Dankjewel. Hoe
Hoe gaat het? Gaat goed hoor. Ja? U loopt de 30? Ik loop de 30, ja. Ik mag nu de 30 lopen. Oh, kijk. Ja. En u? Ik loop ook de 30. Eerst niet, hè. Maar nu wij over de 70 zijn, mogen we dat doen. En het loopt met veel plezier, zie ik u nog lopen? Wij hebben veel lol en veel plezier met elkaar. Ja, heerlijk. En loopt u al vaker hier? Ja, ja, dat wordt van mij mijn 10e, volgens mij. Van mijn zus 19. 19? Ja. Zij krijgt nu haar gouden medaille als ze vrijdag binnenkomt. Hè? Ja, ja, ja. Een gouden medaille. Ja. Ik heb haar eerst voor gek verklaard. Wie gaat er zoveel lopen? Ja. En heb één keer meegelopen. Ik denk, nou, dit is kik. Ja, ja. En ook ondanks al het oefenen vooraf? Nou, ik heb dit jaar echt weinig oefenen. Ik had geen tijd. Oké. Okay. Ja. Gepensioneerd, geen tijd. Geen tijd. Ja. Te druk. Ja. Met andere dingen. Ja. Maar u gaat nu voor goud. Dat geeft de kick om de laatste stukken te halen. En dat wordt het, hè, aanstaande vrijdag. Jawel. Ik ben nog niet moe, dus... Nou. De laatste kilometers tot aan Nijmegen. Succes. Dankjewel. Gaat het nog een beetje? Nee. Nee. Ik zie dat het moeizaam gaat. Ik loop met vocht in mijn knieën, dus in mijn knie. Wat loop je met? Vocht in je knie? Ja. Dus ik ga dadelijk naar de arts en ga kijken of ik morgen ga lopen. Ja, want vaak vocht in de knie is toch rusten? Ja. Ja. Dus je probeert nog wel Nijmegen te halen? Zeker. Kilometer of 7, 8 geloof ik, hè? Ja. Veel geoefend? Ja, dat wel. En dan overkomt u dit? Ja, dat. Vanmorgen of wanneer? Vanmiddag. Ja. Pech, pech. Ja, zeker. Sterkte. Dankjewel. Hoe gaat het? Ja, gaat goed. Ja? Ja. Want u loopt de 50, zie ik. En u hoopt voor 5 uur binnen te zijn? Dat hoop ik, ja. Ja, het zou wel lukken, denk ik. Ja. En hoe laat bent u vanmorgen gestart? Half vijf. Half vijf al? Ja, ja, ja. Dus als u straks om 4:30 binnen bent, heeft u toch al 12 uur genomen? Ja, ik heb nog een pauze te goed ook nog. Ja, ja, ja. Lekkere pauze gehad. Ja. Oké. Okay. Nou, dus succes voor de komende dagen. Dankjewel, hè. Alsjeblieft. Hoe dat komt? Ja, reden ervoor. Ja, in 2018 was ik de laatste keer. Toen ben ik aan het hart geopereerd. En inmiddels ging het weer wat beter. En ik denk, nou, weet je wat? Probeer het weer. Maar ik heb een beetje etalagebeen. En Heeft u wel getraind van tevoren ook? Ja, dat redelijk getraind. Ja. Wat? Maar mijn kleinzoon loopt daar en die zegt, opa, stop maar. Want dan hoeft hij ook niet meer, zeg maar. Maar daar geeft u nog niet aan toe? Nee hoor, nee. Ik ga het wel door. Oké, succes. Jo, dank je. Heeft speciale schoenen, zie ik. Ja, dit is de 4e keer ik loop. Dit is mijn vierdaagse. Vierde keer vierdaagse? Ja, met Met deze schoenen? Ja, dat is Vibram Five Fingers. Ja? Teenschoenen. Ja? Ik heb nog een eentje extra. Oh, reserve? Ja, reserve. Ook vijf tenen, 5 tones? Ja. Oké. En hoe dik is de zool? Ja, ik denk dat deze is dikker dan die. Maar ik denk dat 2 uur op... Ja, 1 uur was een regen en die was nat geworden. Oh, en dan heb je gewisseld. Ja. 6 mm. Ja, 4 Maar voor de 4e keer, dus dan doen ze het. Voldoen ze goed? Ja, super. Ik heb geen blaren of zo. Alleen vermoeidheid. Ja. Inderdaad, geen blaren op deze manier. Ja. Je krijgt wel heel veel opmerkingen. Soms positief, maar meestal negatief. Dat vind ik heel erg jammer. Ja. Maar ja, oké. Ze worden bij meerdere sporten inmiddels gebruikt, hoor. Ja. Ik heb op zo'n manier gaat het ook goed. Ja. Oké. Okay. Nou, om blaren tegen te gaan, kun je beter deze schoenen dragen, toch? Ja, zeker. Ja. Ik denk dat ik indoors zeker deze schoenen. Ja. Oké. Veel succes, want u bent bij de 50 en u moet nog even. Ja. Dag. U loopt de 50? Ja. En u heeft oortjes in, zag ik, maar nu even niet. Nu even niet, nee. Je hebt hier voldoende muziekachtergrond, daar heb je niet nog oordopjes nodig. Nee. Of juist wel, misschien. Ja, misschien wel. Soms is het te laat. U loopt het voor de eerste keer of niet? Tweede keer. Ja. En hoe bevalt het? Super, zoals vorige keer. Ja? Nu nog een stukje en dan ben ik ook weer... Op tijd binnen. Ja, op tijd binnen, dan voeten naar boven. Ja, yes. Oké, voeten naar boven dan maar. Succes. Fijne dag. Dag, hè.
Dit is een beetje het einde van de Bemmelse dag. De laatste lopers druppelen over binnen. En je hoort het aan de muziek. Ze blijven ondersteunen. You never walk alone. Ook een Bemmel niet. Waar je 30, 40 en 50 kilometer is teruggekomen. Doorgekomen. Met enthousiaste lopers. Enthousiast publiek. En iedereen heeft er ontzettend van genoten. Wat we hebben gehoord. En vooral ook gezien. You never walk alone. Ook niet in Bemmel.